Wat mensen, mijn naam is Dylan. Welkom weer terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomizers Pokémon episode nummertje 5 alweer. En we zijn in de Pokémon Superweek. Dat betekent dat ik elke dag 3 Pokémon episodes ga uploaden tot en met zondag. En als de serie dan nog niet afgelopen is, want dat was een vraagje ook in de comments, dan gaan we het gewoon niet afmaken, maar niet met 3 keer per dag. Maar dan ga ik gewoon de serie afmaken uiteindelijk met 1 video per dag of zo. We zullen het allemaal wel gaan zien. Alright, we gaan naar de Pokémon Gym. Want ik ga mijn Pokémon Gym badge weer te halen en dan kan ik Flash gebruiken. Dat is het probleem. Ondertussen heb ik deze Pokémon getraind. Park level 14, Heracross level 12, Flamie is level 18 ondertussen en Bruce level 15. We gaan kijken hoe ver ik ga komen. Want nu zie ik helemaal niks. En dat is kloten. En zodra ik niks zie, dan kan ik... Ik moet proberen trainers te vinden. Zodra ik een trainer versla, dan krijg ik een lampje erbij. Wordt die groter. Even kijken, waar ben je? Kom op, waar is die gym leader, jongeman? Oké, we gaan eens even zoeken. Wat is dit nou weer? Oké. Nee, niet! Ik ben zojuist in 1 keer, zonder enige trainer tegen te komen, rechtstreeks naar de gym leader toe gelopen. Hoe fucking awesome! Oké. Yo, ik ben Brawly, Duvert's gym leader. Hallo Brawly. Het is zo, Rod Race. Ik ben grown tough in the pitch black cave. Hij is in de grot, is hij helemaal sterk geworden. Oh, ik mag het niet vertalen. So you want to challenge me? Let's see what you're made of. Laat maar zien wat je waar bent. I'm a castle, kom maar op. Maak je af, jongen. Kom op, Brawly. Oké, Brawly wil in me vechten. Hij heeft 3 Pokémon. Oké, hij heeft een matchup van level 16. Oeh, hij is best wel sterk, moet ik zeggen dus. Oké, gym wordt dus lastig. Want ik heb geen super effective type tegen hem. Volgens mij is wel fight tegen fight heel sterk. Kom op, weinig damage, weinig damage. Hij critical hit me ook nog, weet je. Fuck off. Kom op. Hij crit me gewoon 2 keer. Mijn sterkste Pokémon is al neer. Dus deze episode wordt lastig. Maar goed, ik heb jouw evaluatie. Ik heb een match ook. Kratachop. Nee, doet die super potion. Fuck off, weet je. Oké. Krak. Oké, kom maar op. Nog een kratachop. Hoppa. Hij houdt het ook bij mij. Oh man. Hij had zoveel damage, deze gym. Oh, dit wordt zo lastig, ouwe. Deze gym wordt echt pittig, man. Maar Bruce is level 16. Kom op, Bruce. Jullie moeten het doen zonder mijn sterkste Pokémon. Moet ik het gaan doen nu, hè? Meditate. Gaan we hem changen? Nee. We gaan hem niet changen. Meditate. Hallo, Meditate. Ben jij zwaar? Laten we even kijken of je zwaar bent. We gaan je low kicken. Hopelijk ben je een zware motherfucker. Huts! Nee, het doet helemaal niks. Het is ook totaal niet super effective. Oké, gaan we weer. Hij gaat zichzelf focussen. Oh man. Met een strijding is focus. Dat betekent als meteen als hij 1 klap doet, dat hij super veel damage doet. Dat ken ik. Oh my god. Oké, focus is weg. En dan kunnen we move. Oh nee, dan gaat hij weer. Tightening is focus. Crunch up. Kom op, alsjeblieft. Wie focus kwijtgeraakt? Ja. Nog 1 keer. Hij gaat sowieso zo'n potion krijgen. Motherfucker. Waarom, weet je? Waarom? Oh, deze gym badge wordt lastig, man. Oh, weer pumping his energy. Oh man, er komt zo meteen een fucking sterke aanval uit. Maar hij raakt zijn focus kwijt, omdat ik een karate chops geef. Yeah, buddy. Kom op. Oh, what the fuck? Hij blijft die focus shit proberen. Ik ga je kapot maken. Klaar, nog een karate chop. Oké, kom op. Nog 1 keer, is hij dood. Nog 1 keertje. Kom op. Alsjeblieft, crit hem. Is hij dood. Crit hem, hij is dood. Ja! Ja! Oh, kut, webcam. Ik ben zo blij. Yes, daar gaat Meditite. Bruce, ga je het weer doen? Makuhita. Nee, we gaan niet changen van Pokémon. Makuhita, jongens. Kom op, deze moeten we kunnen pakken, man. Kleine dikzak. Level 19. Oh, yeah. Low kicken, volgens mij is hij best wel zwaar. Dat is een dikzak. Ja! Oh nee, dan gaat Bruce! Bruce! So close. Sparky, kom op. Met 2 nieuwe Pokémon. Sparky, go! Laat me raden. Hij gaat Super Potion gebruiken. Of een Berry. Oh, chill. Als hij Berry doet, krijgt hij een klein beetje HP terug. Oh, een klein beetje. Fucking veel. Sonic Boom! Nee, je mist! Lekker! Hij raakt. Oh, dat doet niet heel veel damage. Oh, die fight al troon. Damage, jongen. Hij is dood. Hij is dood. Fuck! Het komt allemaal neer op Heracross. Man. Heracross, kom op, jongen. Het staat aan jouw handen. Kom op, Hercules. Horn attack, Hercules.
Oh my god, Rakenwerkles! Ja! Ja! Oh my god! Met 7 HP! Die reversal move! Holy shit! Maak je de feit in! Hercules! Hercules! Yes! Oh, je hebt Brawly verslagen! Holy shit, met een hakken over de sloot! Wow, you made a much bigger splash than I expected! Yeah, buddy! You swamped me! Oh, you got me, take his gym badge! Ja, ja! Yes! Dat houdt in! Een nieuwe gym badge! Nummertje 2 in de pocket! De knuckle badge! Ja! Lekker! Oh man, dit was echt een zware fight. Wees alle Pokémon af de level 30. Dus je kan level 30 Pokémon gaan naar je luisteren. Even though you get in trades, I'll be with a question. Oké, en ik kan Flash gebruiken. Oh man, wat een fucking erge fit die gek. Oké, bulk up. Oké, nou, toppertje, hé. Dit was echt even een spannende move. Maar kijk dan, hoeveel trainers erin zitten in deze fucking donkere grot. En ik heb echt ze allemaal ontweken. Ik liep echt rechtelijk deze lijn. Wat grappig. Oh, deze app was awesome gek. Nu al. Holy shit, deze fight was zo sick. Oké. Ik heb hier wel mijn fishing rod. Oh, die krijg ik bijna een old rod. Terwijl een old rod kan je eigenlijk normaal alleen magic cards mee vangen. Maar het grappigste is, ik speel natuurlijk een randomizer. Dat betekent dat ik ga vissen. Dat ik allemaal soorten Pokémon uit het water kan vangen. Oh! We gaan even vissen, jongens. We gaan even 2 keer vissen of zo. We gaan even vissen. Oké. Okay. Wat doen we? We gaan naar de back, naar de tas. Dan gaan we onze fishing rod. Dus old rod. Ga ik registeren. Dat betekent als ik nu op select druk. Bij mij dus op select. Dus bij mij dus backspace. Gaat hij vissen. Dun, 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 dun. Dat even een nibbel. Oké, okay, helemaal niks. Nou, kom op. Oh, mijn Pokémon aan de haak geslagen. Yo, we gaan ervoor. Het is een... Oh, Numel. Oh, wat leuk. Numel is een vuur-Pokémon, though. Wat bedoel ik, maar het zit in het water. Dus het is een vuur-Pokémon die je gevonden hebben in het water. Hoe awesome is dat? Kom op. We gaan kijken. Ik heb 2 Pokémon, hè. Ga kijken. Ja! Pokémon aan de hoek. Ja, Pokémon aan de haak geslagen. Dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we. Dan gaan we. Dat is het. En Numel. Laat me zitten, jongens. Ik ga even hier vissen nog. En dan ga ik het later. Als het nog een keer Numel is, dan weet ik genoeg. Dus de Numel verplaatst voor Magikarp. Nou, kom op. Weer 2 keer niks. Derde keer weer wel wat. Yep. Pokémon aan de haak. Kom op, jongen. Als het weer een Numel is, nou. Oh, Charmeleon. Fucking gave Pokémon. Hey, dit is leuk, man. Ja, nog 1 Pokémon. Laatste Pokémon. Ik beloof je. Nou moet ik echt doorlopen. Weer een Numel. Oké, helaas. Wat Charmeleon aan de haak. Holy shit. Charmeleon in het water. Gewoon rustig de borstkanaal. Rustig aan het zwemmen. Schoolslag. Oké, jongens. We gaan. Even alle apartheid aan de kant. We gaan de grot in. Ja, de klos. Je hebt nu al 20 keer tegengekomen. Hup, afmaken die handen. Holy shit, wat ben ik blij dat ik die badge gehaald heb trouwens. Ik heb het een hakken over de sloot, jongen. Die was echt close. Sparky. Flash. Sparky, use flash. En nu kan ik heel veel zien. Nou, dan gaan we die grot in. Oh man, ik haat caves. Gelukkig is het geen Zubat cave, zeg maar. Dat ik niet limmer Zubats tegenkom. Dat is Mount Moon in Pokémon Fire Red. Oké. Okay. Oh, tap, 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 tap. Oh, een Dodrio. Die is wel awesome, die Pokémon. Ik ga hem killen. Want voor mij geeft dat best wel veel XP. Een Dodrio. Want hij is gewoon een evaluatie. Hij vindt echt best wel een toffe Pokémon, Dodrio. Vooral die try attack van hun altijd. Het is echt een super coole aanval. Allemaal 3 hoekjes komen in beeld. Ik had hem vroeger in Pokémon, zeg maar, toen ik Pokémon Rood had. De oude Pokémon nog. Toen had ik hem gebruikt. Dan had ik een Dodrio. Jou heb ik nodig, jongeman. Ik ga wel van andere Pokémon inzetten. Aangezien een vuur-Pokémon niet zo slim is tegen jou. Oké,
Doe weinig damage, zal ik even skippen, dat hij low, is. Hercules, Hercules! Oké, hij is low. Nu komt weer een spannende moment. Dat deze hele serie al kut gaat. Pokéballs gooien. Pokéball nu! Kom op, gewoon de eerste, alsjeblieft. Ja! Ja! Ik heb een fucking Vaporeon! Lekker, ik heb mijn eerste water Pokémon. Yes! Oh, hoe ga ik hem noemen? Ik weet niet hoe ik hem moet noemen. Hoe ga ik je noemen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Man, dit is echt cool. Hoe ga ik je noemen, jongeman? Icy. Dat is een ijs-Pokémon. Water en ijs. Icy. Ja, vind ik wel een leuke naam. Toch? Sparky, Icy. Oké, dat is sowieso iets raars. Ik denk dat ik daar iets ga vinden in het steen, die steen hierboven. Oh, Volbeat. Dat zijn een leuke Pokémon. Oh, fut. Ja, laat maar. Ik ga hem echt het eigen verslaan. Maar de Confuse Ray raak ik mezelf misschien. En een Everstone. Hartstikke toppie. Ik weet niet of ik een Everstone kan. Maar toch leuk. Leuk dat ik hem heb. Leuk dat ik hem heb. Oké, wat is hier? Top, top, top. Aggron. Die Pokémon is zo cool. Ik ga hem doodmaken. Daar is natuurlijk... Ah, oh, Mudslap. Hij kan een water move. Nou, toppertje. Of even van zijn ground. Water is dat volgens mij, hè? Water en ground. Mass ground. Maar goed. We hebben Flamie. Lekker gedaan, Flamie. We gaan door naar de volgende trap. Steve, waar ben je, jongeman? Oh, oh, oh. Bang. Dat is een... Sheldon. Op zich, Sheldon is cool. Ik had hem gevangen als ik naar net die Vaporeon niet had gehad. Want dan had ik een Cloyster kunnen krijgen. Een Cloyster vind ik ook wel cool met Aurora Beam en shit. Weer een Hercules. Of Heracross dus. Hup. Doeg. Gaan we door. Oh, volgens mij zit Steve hier. Steve! Hallo Steve. Wat doe je in de godsnaam in de grot in je eentje? Maar goed. Hey, mijn naam is Steven. Ik ben een van de rest. En ik heb hier een letter. Oh, ik moest die brief aan hem geven. Dat was het. Hè. Daarom moest ik Steve zoeken voor die brief. Oké, dankjewel. Geen probleem. Oké, ik krijg een TM van hem. Het is Steel Wing. Oeh, Steel Wing is wel een zoede aanval. Oké, top. Oké, ik heb zijn telefoonnummer. Helemaal toppertje. Goed, ik heb in ieder geval zijn telefoonnummertje gekregen. Chill. Eens even kijken. Wat gaan we doen? Ik ga ook Steel Wing iemand leren. Niemand. Oké. Okay. Wat ik ga doen. Ik ben echt super lui. Wat ik ga doen. Ik ga gewoon lekker Escape Rope gebruiken. Yeah. Wat gebeurt er dan? Dan ga je terug naar de laatst bezochte. Oh, ik ga voor de deur komen. Ik dacht altijd de laatst bezochte. Oh nee, dat is met dingen. Dat is met teleport. Ik kom bij de laatst bezochte PC. Pokémon Center. Maar. Of bij de tickets. Dat weet ik veel. Goed, in ieder geval. Ik ga lekker naar het Pokémon Center. Ik heb gedaan wat ik wil doen. Ik heb mijn tweede badge in de pocket. Echt. Oh god. Zo dichtbij. Ik was bijna verloren. 7 HP wint was mijn Heracross. Terwijl mijn Hercules nog te winnen. Helemaal toppie. Ik zie jullie graag in de volgende video. Laat even een blauw duimpje achter omhoog. Als je hem awesome vond. En dan zie ik je graag in episode nummer 6 alweer. Peace.